Tot zover de wetenschappelijke benadering. Er is nog een manier om de uitslagen te voorspellen en die werkt misschien wel beter. Met dieren. 2 jaar geleden was Octopus Paul de voorspellingskampioen. Dit jaar moet een van de dieren van kinderboerderij De Pijp in Amsterdam deze taak op zich nemen. En daar is zelfs een heuse wedstrijd voor georganiseerd. Holland's Next Octopus Paul. Welk dier heeft het meeste verstand van voetbal? Is het Athena de geit, Remy de gans of Bargje het varken? Twee werknemers van een reclamebedrijf wilden eens belangeloos iets doen voor een kinderboerderij. Omdat ze hoorden dat kinderboerderijen het hoofd vaak maar net boven water weten te houden. Ze bedachten Holland's Next Octopus Paul en maakten het volgende filmpje. 2 jaar terug hadden onze oosterburen Octopus Paul. Dit EK hebben wij 12 dieren die zich in het diepste geheim voorbereiden op de competitie van hun leven. Op trainingscomplex Kinderboerderij De Pijp in Amsterdam. 12 kandidaten die gaan strijden om die ene felbegeerde titel Holland's Next Octopus Paul. Volg hun avontuur op hollandsnextoctopuspaal.nl of blijf op de hoogte via Facebook. Ja, jullie dachten we zullen ze even een kinderboerderij helpen? Ja, we dachten wij hadden al het idee dat we op zoek wilden naar een nieuwe Octopus Paul. Dat is 2 jaar geleden had je Octopus Paul in Duitsland. En we dachten we gaan op zoek naar de Nederlandse Octopus Paul. Die moet er zijn. En toen hoorden we van kinderboerderij De Pijp in Amsterdam. En dat ze vrijwilligers nodig hadden en donateurs. En toen dachten we nou 1 plus 1 is 2. Ja, want er lopen genoeg sterren rond, hè? Er zijn hier heel veel, ja. Bent u er blij mee? Ja. Heel erg leuk. Wij hopen dat er heel veel mensen zeggen van god wat leuke dieren of wat leuke kinderboerderij. Wij willen wat doneren. Want dat is voor elke kinderboerderij heel fijn. Auw, kijk eens. Oh. Tot slot de voorspelling voor de eerste wedstrijd. Nederland tegen Denemarken. En tot zover deze vroege editie van Hart van Nederland. Voor meer nieuws kunt u uiteraard terecht op onze website. Dag.